Dan naar Belgische kustgemeenten. Want die hebben een plan bedacht om die toeristenstroom een beetje in de gaten te kunnen houden. Naar het strand gaan in België zal nooit meer hetzelfde zijn. Ze hebben daar nu het plan om 250 slimme camera's neer te zetten op dijken en ook in de centra. Zodat die camera's door kunnen geven hoe druk het is. Dus hoe groot de toestroom is. Er worden een soort druktekaartjes gemaakt. En dan kan de gemeente daarop anticiperen. Het kan bijvoorbeeld ook handig zijn om het verkeer te sturen. Je kan natuurlijk aan de ene kant denken van dan lig ik daar in mijn bikini, vind ik dat allemaal wel zo fijn daar met een camera bovenop me. Aan de andere kant, als dit nodig is om het coronavirus in te dammen en als dit de manier is om toch naar het strand te kunnen, dan is het misschien weer wel een goed idee. Niet in bikini denk ik, maar... Nee, tegenwoordig niet meer. Hoe sta jij in deze discussie? Ik denk dat je wel over privacy moet gaan praten natuurlijk ook. Want als je camera's gaat zetten zo waar al die badgasten liggen... Aan de andere kant staan er toch camera's door het hele land al, op iedere straathoek. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, je kunt ook wel op een andere manier ook op het strand meten, denk hoe druk het wordt. Dan alleen maar met camera's.